Ja, ik kom meer kijken bij het verkopen van een woning dan het vinden van een koper waar je een overeenkomst mee sluit. Er komen fiscale en juridische aspecten bij kijken. En welke dat dan precies zijn, dat ga ik vragen aan Marcel. Hi. Hey, hallo Winnie. Nou, we hebben wel een prachtige woning uitgezocht. Ja, dat is mooi, hè? Hey, ik begreep dat die vraag weer aantrekt. Ja. Dat is goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. En hoe staat het met het aanbod? Nou, het aanbod is dus een stuk minder geworden, omdat de vraag heel erg vergroot is en er heel veel woningen zijn verkocht, waardoor dus de markt heel erg goed is. En wij merken dat in Amsterdam de markt verschrikkelijk overspannen is en dat ook mensen steeds meer buiten Amsterdam naar woningen gaan kijken. Ja, en nu staat deze woning natuurlijk te koop, maar wat komt er allemaal kijken bij het verkopen van een woning? Alles doe je in overleg met je verkoper en dan kijk je echt naar de ligging, naar de grootte, ja, en naar de staat van afwerking. We'll be fine. Nemas de Boer is een onafhankelijk financieel dienstverlener en makelaar. Als makelaar is het steeds belangrijker om flexibel te zijn en veelal buiten kantooruren beschikbaar te zijn om de consument te ontzorgen. Ja, u heeft een hele mooie woning en ik begrijp dat het in eigen regie gebouwd is. Wat waren de uitgangspunten? Wat vind je belangrijk bij een woning? Nou, een woning moet zonder meer voldoen aan comfort. En dat hebben we hier allemaal gerealiseerd. Onder andere klimaatbeheersysteem. Je moet je eigen er gewoon in thuis voelen. En een makelaar, wat verwacht je daarvan? Allereerst dat hij die woning verkoopt. Ja, natuurlijk. Maar makelaar moet een bepaald gevoel met je hebben. En, ja, zodat hij weet wat of jij wil. En uiteindelijk, ja, dat moet resulteren in het verkopen. En? Heb je al wat anders op het oog? Nou, we zijn ons aan het oriënteren. Oké, okay. Ja, daar wil ik je natuurlijk heel veel succes mee wensen. En nou ja, wie weet kunnen we nog helpen met die nieuwe woning. Want volgende keer zijn we namelijk weer terug, gaan we bij een nieuwbouwwijk kijken. En dat is ook in Volendam. We'll be fine.